Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video is eigenlijk omtrent als ik opnieuw begonnen was met Shopify. Hier is precies wat ik zou doen. Wat mijn doel is voor deze video is dat je een inzicht hebt hoe ik een nieuwe Shopify store zou gaan starten. En hoe mijn studenten dat momenteel doen voor hun nieuwe stores en hoe jij dat voor jezelf kan gaan doen. Voordat we erin duiken, like en abonneer en laat even een comment achter. Zodat ik meer van dit soort video's voor je kan gaan maken. Als ik opnieuw begonnen was met Shopify en ik had momenteel geen geld, zou ik altijd zorgen voor een site inkomen. Het is complete bullshit dat je met 0 euro je Shopify dropshipping store kan gaan starten. Je hebt gewoon geld nodig om geld te maken uiteindelijk. Het is niet veel dat je nodig hebt, maar je hebt wel gewoon een basis nodig. En daar raad ik gewoon minimaal 500 tot 1000 euro aan om gewoon daarmee te beginnen. Zorg dus voor een site inkomen, neem dus een baantje of ga voor online jobs werken. In de sales bijvoorbeeld of appointment setting of... Ja, in ieder geval skills waar je goed betaald krijgt. Slash een side hustle doen. Slash het verkopen van een skill of dienst. Wat je niet veel geld kost. Deze drie, in ieder geval op side hustle na, kosten je geen inleg. Kost je alleen tijd om voor elkaar te krijgen. Dat, met dat tijd krijg je geld. En met dat geld kan je dus weer in dropshipping stoppen. Dat is precies hoe ik het ook heb gedaan. Meerdere baantjes genomen. En dat geld van mijn baantjes heb ik geïnvesteerd in dropshipping. En dat geld wat ik weer heb geïnvesteerd in... wat ik heb gekregen uit dropshipping heb ik bijvoorbeeld weer gestoken in coaching bijvoorbeeld. En het geld wat ik heb verdiend met coaching stop ik bijvoorbeeld weer in assets als crypto, aandelen en vastgoed. Zo ben ik altijd bezig met mijn geld te verdelen. En dan heb je daar een inzicht in. Misschien ook wel leuk om voor jou te weten. Dus wat ik zou doen als ik vanaf nul zou beginnen, ik zou een strategie maken. Ik zou een doel zetten, bijvoorbeeld een 10k per maand doel, een output doel, maar ook zeker een input doel. En een doel zou ook kunnen zijn test 3 producten per week met x methode. Focus je eerst even op die inputdoelen, niet per se op die output, maar ik zou ze allebei zetten. Wekelijks, dagelijks, maandelijks, kwartaallijks, als dat een woord is. En hoe je de juiste strategie kiest, ja, er zijn tegenwoordig zoveel verschillende dingen. Ik heb mijn eigen Facebookgroep, de Ecom Elite Facebookgroep, die staat hier in de link in bio. Daar deel ik elke dag gratis waarde voor je Shopify dropshipping store. Nou, ben je daar momenteel nog geen lid van, klik op de link hieronder en word daar lid van, dat is helemaal gratis. Hetzelfde voor mijn YouTube kanaal waar ik eigenlijk dagelijks, wekelijks... in ieder geval video's voor je maak, waarin ik je help een betere dropshipper te worden. En er zijn tegenwoordig zoveel verschillende Facebookgroepen waarin je waarde kan halen. En uit YouTube kan je ook echt heel veel gratis shit halen. Zo zou ik in het begin beginnen. Nou, nadat je dit budget dus hebt van je baan, side hustle of wat je ook momenteel aan het doen hebt, zou ik het kopen doen van de cursus of werken met een mentor. En dat zeg ik niet omdat ik zelf een cursus verkoop. Ik verkoop zelf mijn videocursus amper en ik verkoop eigenlijk alleen maar de coaching omdat ik het hou van met mensen één op één werken en daarin de meeste progressie te maken en de beste resultaten te genereren. Dus ben je nog op zoek naar 1-op-1 mentorship? Dat is momenteel iets nog wat ik doe. Ik weet niet hoe lang ik dat nog blijf doen. Ik heb momenteel 30 1-op-1 klanten. En ik wil gewoon de juiste dienst blijven leveren. Dus stuur me even een bericht waarom ik met jou zou moeten samenwerken en dan kunnen we erover praten. Nou, nu je die cursus hebt gekocht of werkt met een mentor van mij of van iemand anders, in ieder geval iemand met een bewezen track record, volg volledig die strategie, sluit je volledig af van andere dingen en ga dus agressief testen. Voor je general store raad ik je aan om dan 10 producten per week te testen, is meer dan 1. Ik ga eigenlijk altijd uit van 20 producten en dan heb je een winnaar, maar op deze manier test je er 40 per maand, heb je veel sneller die winnaar. Wat je daarna kan doen en wat ik je aanraad om te doen is een team bouwen vanaf daar, een video editor, iemand die je productomschrijvingen maakt en iemand die ook op de klantenservice zit. Dat is eigenlijk hoe ik vanaf nul zou beginnen met dropshipping. Hele korte video, hele simpele video voor je. Maar ik hoop dat je hier weer super veel waarde aan hebt gehad. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.